Het gaat er echt om dat de deelnemers aan het taalcafé hun angst om te praten overwinnen. Dit is de tweede keer. Spreekt u wel goed Nederlands? Echt? Oh, dank u. Niet zo moeilijk. Oefening is altijd goed voor taal leren. Ja. Yeah. Wat vindt u leuk aan het taalcafé? Eigenlijk het praten is echt moeilijk. Zo hier echt leuk plakken waar ik kan oefenen en om te praten. Ja, zo het is echt luchtig. Lustig en veilig. Hier mag je fouten maken. Ja, fouten maken. Maar dat is echt belangrijk. Taalcafé is eigenlijk een hulp van de bibliotheek in Amersfoort, Bibliotheek Eemland, om mensen die moeite hebben met taal, en dat kunnen buitenlanders zijn, maar dat kunnen ook Amersfoorters zijn, om die te helpen de taal, met name het spreken, wat beter onder de knie te krijgen. En jullie hebben voldoende vrijwilligers voor dat taalcafé? Nou, we kunnen er nog wel een paar gebruiken hoor. Dus mensen die zeggen, nou, dat lijkt mij ook heel leuk. Hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe meer deelnemers er kunnen komen. Maar ook hoe kleiner de groepjes kunnen zijn. En het is belangrijk dat mensen voldoende gelegenheid krijgen om te praten. Ik ben mevrouw en ik heb 6 kinderen. Allemaal mooie kinderen ook. Mooie kinderen, ja. Hoe oud zijn ze? 9 maanden en de kleintje is bijna 1 jaar. 11 jaar. Ja, precies. Ja, 11 jaar, ja. Want je zei 9 maanden. Oh, sorry, ja. Dankjewel Mirjam voor het verbeteren. Je moet hier fouten maken, want daar leren we het van. Geeft u ook wel eens een rondje in het café? Nou, eigenlijk niet. Dat is een moeilijke vraag. Ja.